Goedenavond. Het veranderde gedrag van de bezoekers door de coronacrisis, de dure toegangskaartjes en de aanhoudend negatieve publiciteit. Dat zijn volgens de organisatie van de Floriade de hoofdredenen waarom het aantal bezoekers van de wereldtuinbouwtentoonstelling ver bij de verwachtingen is achtergebleven. Dat stelt de Floriade-BV in een rapport. Verslaggever Richard Schuurman die heeft het rapport gelezen en die staat op dit moment op de, op de redactie. Richard, de Floriade die had toch al eerder gezegd dat corona de boosdoener is voor het lage aantal bezoekers. Wat is daar dan nu nieuw aan? Ja, het klopt, ze hebben dit in juni ook gezegd. Maar het rapport bevestigt eigenlijk wat ze toen in juni ook hebben gezegd. Naar een marktonderzoek van corona is eigenlijk wel de hoofdboosdoener waardoor er minder mensen naar de Floriade zijn gegaan. Uh, het viel toen op dat het gedrag van de consument is veranderd. Men koos voor een dagattractie, maar dan gingen ze naar een attractie die ze al kenden. En niet naar iets nieuws zoals de Floriade. En ook de inflatie speelde een rol. Want veel mensen vonden een kaartje van 35 euro best wel duur. Toen heeft de Floriade de prijzen verlaagd naar 29 euro en ook allerlei kortingsacties gegeven. Maar die hebben eigenlijk niet heel veel opgeleverd. Zo'n 50.000 bezoekers zijn van die kortingsacties gebruik gaan maken. En het aantal Flevolanders dat voor 5 euro naar de Floriades gegaan is, is ook relatief beperkt gebleven. Dus daardoor is dat aantal lager uitgekomen. In het rapport staat het nieuwste aantal bezoekers, wat er dan geweest is. Dat is 6 693.722 bezoekers en dat is een heel stuk minder dan de 2 miljoen betalende bezoekers die men eigenlijk vanaf het begin had gehoopt te trekken. En dat begin is al 10 jaar geleden, want toen won Almere de Floriade. En het valt wel op in het rapport dat de Floriade BV toegeeft dat ze eigenlijk sinds 2018 niet meer goed hebben onderzocht of ze met die 2 miljoen wel op koers zaten of dat dat aantal misschien zou aanpassen, aangepast zou worden. Als je dat rapport zo leest, wat valt er dan verder nog op? Nou, dat de Floriade BV ook best kritisch is richting de gemeentepolitiek in Almere en richting de media, specifiek omroep Flevoland. Als het gaat om de gemeentepolitiek, dan zeggen ze ja dat vanaf het begin af aan een aantal fracties in de Raad van Almere het nut en noodzaak van de Floriade in twijfel hebben getrokken. Ze noemen geen namen, maar we weten natuurlijk dat dat vooral de PVV en de SP zijn geweest, die heel kritisch zijn geweest. En dat is een democratisch recht, zegt de Floriade. Maar daardoor is er wel een situatie ontstaan waarbij de Floriade een speelbal van de politiek is geworden. En als het gaat om de media, dan zeggen ze ja, Omroep Flevoland heeft ervoor gekozen om journalistiek te berichten over de Floriade. Maar dat heeft wel geleid tot veel negatieve publicaties, negatieve berichten. Dat heeft weer effect gehad op uh, bezoekers, op sponsors, op anderen daaromheen. En uh, ja, men had eigenlijk gehoopt dat er een soort van partnerschap, een samenwerking met Omroep Flevoland had kunnen ontstaan om bijvoorbeeld promotieactiviteiten te organiseren. Maar daar heeft de omroep destijds niet voor gekozen. Nou, het rapport ligt nu open op tafel. Wat gaat er verder mee gebeuren? Nou, dit rapport bevat ook een hele lijst aan uh, aanbevelingen, lessons learned, zoals de BV dat noemt. En dat zijn dan lessen uit het project. Bedoeld voor de Floriade zelf, maar ook voor de gemeente Almere, voor het Rijk, maar ook voor de NTR, de Nederlandse tuinbouwraad, die uh, een Floriade nu mee altijd organiseert. Ja, het beeld wat eruit komt, is dat, er, uh, dat het een heel ingewikkeld project was in tien jaar tijd. Vier directeuren, zeven managers uh, zijn erin en uitgegaan. Uh, de gemeente die uh, soms de prioriteit bij de woonwijk. Leek te leggen die na de Floriade er moet gaan komen. Uh, andere ingewikkelde samenwerkingsconstructies, sponsors die niet uh, kwamen. Maar wat opvalt, de Floriade BV lijkt wat weinig naar, zijn, naar zichzelf te kijken. Naar nou, wat hebben wij nou zelf goed of niet goed gedaan. En dat uh, vond ik wel een opvallende conclusie eigenlijk. Um, wel is er een vraag die de Floriade BV stelt, en dat is van. Kunnen we zo'n wereldtuinbouwtatoonstelling nog wel op lokaal of regionaal niveau organiseren? Als je kijkt naar de risico's die eraan kleven, hè? De gemeente Almere is nu al bijna 100 miljoen kwijt aan het organiseren van die Floriade en dat gaat nog meer worden. Nou, die vraag, kunnen we dat wel blijven doen op regionaal, lokaal niveau? Die is eigenlijk wel beantwoord door de Floriade. Want dat blijkt dus niet te kunnen. En dat zei eigenlijk burgemeester Ank Bijlenveld in oktober ook. Dit organiseren van zoiets groot, dat vergt echt wel de betrokkenheid van het Rijk. Dus dat zal een les zijn voor een eventuele toekomstige Floriade als die er ooit zou komen. Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.